Welkom bij de podcast Pensionado aflevering 6. Ik ben Patrick Oudijk en ik praat met pensionado's. Vandaag is mijn gast Martin uit Den Boogaard, voormalig onderwijzer en docent aan de Breitner Academie. Met 70 jaar filosofiestudent op de Universiteit van Gent en tot op de dag van vandaag kunstenaar. Zijn beeldend werk is geïnspireerd op het werk van de Britse kunstenaar Damien Hirst, Bio Art. Zijn werk wordt tentoongesteld bij de Verbeke Foundation in België. Daarnaast is Martin schrijver van 2 essays, Gewoon praten en zelfsturing voor iedereen, opgedragen aan zijn kleindochters Isa en Floor en zijn kleinzoon Savannah, omdat zij in de eeuw van communicatie leven. Ook is hij gastheer van zijn eigen filosofisch kunstcafé in zijn atelier op de Haarlemmer Houttuinen in Amsterdam, met een maandelijkse bijeenkomst. Ik praat met hem over zijn jeugd in een hardwerkende bakkersfamilie, hoe zijn interesse voor kunst werd gewekt, hoe in zijn filosofie geen verschil bestaat tussen leven en dood en de invloed daarvan op zijn beeldende kunst, hoe commitment en gelijkwaardigheid absolute basisvoorwaarden zijn voor effectieve communicatie en hoe hij als mens het leven ziet als een bron van mogelijkheden. Wij staan dus stil bij verleden, heden en toekomst. Ben jij als luisteraar geïnteresseerd in interessante inzichten en levenslessen van professionals die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen? Of ben je wellicht al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar De Pensionado. Bij mij op de bank, Martin uit Den Boogaard. Martin, hartelijk welkom. Fijn dat je mijn gast wilt zijn bij deze podcast Pensionado. Dank je wel. Kunstenaar, filosoof, onderwijzer. Dat is het enige wat ik van je weet, Martin. Dus de uitnodiging om je even verder te introduceren. Nou, dat is het eigenlijk wel, ja. Ik ben begonnen als onderwijzer. En 's avonds academisch beeldende vorming. En om daar weer in les te geven. En dat is zo'n plezierige bezigheid, dat je dat lesgeven steeds meer minder gaat doen. En meer naar je atelier gaat en steeds meer kunstenaar wordt op den duur. Dat is dan zeg maar hoe het leven zich heeft ontvouwen bij jou. Maar kan je ook iets zeg maar meer vertellen over hoe het is begonnen, wanneer je dat inzicht kreeg? Bovendien lijkt het me ook heel erg interessant om even te hebben over de jonge Martin. Ja, hoe hij tot tijd zijn interesse zeg maar heeft ontwikkeld. Kan je daar op iets meer op ingaan? Ja, ik ben naar de kweekschool gegaan. Mm-hmm. In die tijd was het kweekschool voor onderwijzers. Begrijp naar ik. De lagere school. Ja. Nee, naar de MULO. Naar de MULO, ja. Naar de MULO. Ja. En ja, daar kreeg je wel tekenen en kunst. En het was een keurige christelijke MULO. En toen op de kweekschool kreeg ik kunst en kunstgeschiedenis ook. Mm-hmm. En tekenen en boetseren en beeldhouden. En daar ging er iets open. En dat kwam op het moment dat we kwamen bij het cubisme van Picasso. Dat ik dacht, dit bestaat ook. En geweldig, ik wist dat niet. Dat had ik nooit gehad op de lagere school, ook niet op de MULO. Dat is te braaf allemaal. Ja. En ik naar Amsterdam, naar het Stedelijk. En daar kwam ik een Franse kunstenaar die ook nogal abstract geometrisch werkte. Jean Jorin. En ik dacht, dat die wereld. Ik was stom verbaasd. En waarom hebben jullie mij dat nooit verteld? Nou, weet je wel. Dus toen is de vonk gegaan en toen dacht ik, ik wil wel naar de academie of ik wil wat studeren ook. Maar goed, dan was het de vraag van, ja, je bent nu al, hebt de kweekschool al gedaan. En ja, dan wordt het wel een beetje duur. Ik voelde erbij al hangen. Ik denk, ik ga gewoon
lesgeven. Ik ga meteen Amsterdam en ik ga 's avonds wel aan de studie. Je noemt de kweekschool. Onderwijzersfamilie? Nee, een bakkersfamilie. Bakkersfamilie. Ondernemers. Een broers die naar de technische school gingen voor allerlei beroepen. En totaal niets met onderwijzers. Men adviseerde mij ook om een wat rustig, ruimtelijk, technisch beroep te kiezen. Horlogemaker of zo. Omdat ik nogal geduld had, kennelijk bij het onderzoek. Beroepsonderzoek. En ruimtelijk inzicht en kennelijk. Maar ik zeg nee, ik wil onderwijzer worden. En hoe manifesteerde zich dat als jongetje van de lagere school? Nog even terug, hè? Want dan analytisch, ruimtelijk inzicht. Was je al bezig met ruimtelijke objecten, ook op de lagere school? Misschien wel heel onbewust? Nee, niet echt. Ja, ik heb geen kleuterschool gedaan. Geen kleuterschool dat gedaan? Dat was het toen nog niet zo erg, net na de oorlog of zo, hè? Na de oorlog was dat in Amsterdam? Ben je Amsterdammer? In Apeldoorn. In Apeldoorn, ja. Kweekschool, Apeldoorn. Mm-hmm. Geen kleuterschool. We hadden een grote tuin en een grote zolder en een groot huis en een bakkerij. Dus ik was altijd bezig. En mijn oudere broer was 5 jaar ouder. En daarboven nog 9 jaar ouder. Dus ik was altijd alleen. Was heel veel bezig met alles. En met huizen uitzetten, met plattegronden in de tuin, met paaltjes slaan en vormgeving. En nou ja, altijd met alles bezig. En kennelijk is dat er vanzelf uitgekomen. Uitgekomen. Ja. Dus je was de jongste, begrijp ik. Van ik de was familie. De jongste, ja. Ja. En je had oudere broers? Ja, één van 5 jaar ouder, één van 9 jaar ouder en één van 11 jaar ouder. Dat zijn toch behoorlijke verschillen, lijkt dus, mij. Dus die hebben hun eigen leven dan natuurlijk al. Ja. Dan ben je toch veel alleen bezig. Ja, ja. Ja, ja, nieuwsgierigheid naar materialen, maar later kennelijk ook naar het denken over dingen. Ja. Dat filosofische zat er kennelijk achteraf ook wel een beetje in, ja. Hoe kom je dan toch zeg maar, op het idee om onderwijzer te worden, de kweekschool te volgen vanuit zeg maar, toch een op een onderneming gerichte familie? Hard werken lijkt mij ook wel, hè? Ook na de oorlog. Precies, ja. Iedereen moest altijd helpen en hard werken. Geen tijd voor Sinterklaas en Kerst, want dan sliepen ze als het zo ver was. Hè? Ja. Dus ik denk dat ik het gevoel had dat er waren een paar onderwijzers die ik niet zo geweldig vond. En dat ik onbewust, maar ik weet het nog steeds niet natuurlijk. Nee. Dat ik het gevoel had van dat kan ik beter. Dat is wel leuk, want je had het gevoel van dit kan ik beter. Waar dacht jij dan aan? Kan je dat nog terughalen? Wat zou jij beter doen? Ja, vooral de dingen. En er werd wel eens gevraagd van wie wil daar wat over zeggen, of wie wil dat voorzingen, of wie wil. En dan stond ik altijd op het punt om ook eens wat naar voren te komen. Maar er was er altijd één jongen die was, nou ja, doe jij het maar, want jij bent het toch beter. Of jij kan het wel, of zoiets. Ja. Het was altijd ik voelde die onderwijzers, die haalden er niet uit wat erin zat. Hmm. Onbewust dat je dan toch te bescheiden bent of dat je het programma keurig moest volgen. En als je dat goed deed, en dat deed ik wel redelijk, dan was het wel goed. En dat is niet de bedoeling van het onderwijs natuurlijk. Zo is het onderwijs wel ooit ontstaan. Mm-hmm. Om de mensen wat te laten lezen en schrijven en rekenen. Zodat ze goede ambtenaren worden enzovoort. En om de hele maatschappij in te richten vanuit de 19e eeuw. Zo is het ontstaan natuurlijk. Ja. Maar om ze te laten worden wie ze zijn, daar had men nog niet zoveel kaas van gegeten. Het was voor jou allemaal, dat zeggen we dan nu, hè, met de wijsheid van nu, te instrumenteel. Ja,
Zeker. Het was niet gericht op het ontwikkelen van de mens. Niet op. Nee, het was een onderdeel van het systeem. Dat moest de mens worden. Precies. Hoor ik je dat zeggen? Ja, zeker. En ja. Sowieso zit er de merendeel van de wereld ook in elkaar natuurlijk. Mm-hmm. Maar er komt wat meer inzicht, hè? Ja, 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 ja. Je gaat naar de Bulo. Ja. En na de Bulo kies je voor de kweekschool. Ja, dus ook eigenlijk al op de lagere school. Oh, vandaar dat je zei van de lagere school. Nee, want dan moest ik gewoon naar de ambachtsschool horlogemaker worden, ja, of zo. Ja. Of naar de horlogemakersvakschool. Dat was jouw bestemming volgens jouw ouders? Volgens de test, beroepstestmensen. Oké. Okay. Maar ik zeg nee, ik wil naar de kweekschool. Oh, maar dan moet je dan nu al in de groep die Frans krijgt na school, de groep die naar de Mulo gaat en naar de HBS gaat. Ja. Daar moet je nu al in gaan zitten dan. Oké. Okay. En daarom zei ik dat. Nee, ik wil naar de kweekschool. Oh, maar dan moet je dan... Dan zit je in de verkeerde groep. Dan moet je dus na school extra Frans krijgen alvast enzovoort. Ja, 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 ja. Hoe vond je dat? Ja, dat vond ik geweldig. Ja. Want toen mocht ik daarna naar de kweekschool. En ja. En het mooiste meisje van de klas, die ging ook in die groep. Maar goed, die is later ook naar de kweekschool gegaan, maar via de HBS. Daar, ja, kwam ik later pas achter. Ja. Maar goed, daarom ben ik niet naar de kweekschool gegaan. Maar ja, een betere motivatie is er bijna niet, hè? Het mooiste meisje van de klas naar de kweekschool. Nee, ik wist niet dat zij naar de kweekschool ging. Nee, oké. Okay. Dat wist ik helemaal niet. Nee, ja. Zij ging naar de HBS. En daarna naar de kweekschool. En dan kom je al meteen in de derde klas als je dan op de kweekschool komt. Ja. Want die duurt 5 jaar. Ja. En als je de Mulo hebt, dan kom je in de eerste klas gewoon. Oké. Okay. Zit je op de kweekschool? En dan? Ja. En dan? Ja, nou ja, dan leer je veel. En je leert veel vrienden kennen. En, ja. Ja, en dan ging het wel. Maar ik had niet zoveel rust thuis. Het was altijd druk overal. Maar goed, toen zei de directeur van de kweekschool aan het eind van de lagere akte, die is aan het eind van de 4 jaar, kun je niet, je bent nogal goed in sport ook, en kan je niet beter sportleraar worden en zo. Maar niet de hoofdakte doen. Ja. Dat is het 5e jaar en dan doe je de hoofdakte, dan ben je ook bevoegd om directeur te worden van de lagere school. Hè? Ja. Ik zei, nee, ik wil echt die hoofdakte doen. Mijn vrienden ook. En die gingen studeren in Amsterdam daarna. Pedagogiek en psychologie. Ja, dat wil ik ook. En, maar goed. En, toen ben ik 's avonds gaan studeren. En toen heb ik uiteindelijk toch voor die beeldende vorming gekozen. Je moet me even helpen. De kweekschool rond je af. Begrijp ik? Ja. En 's avonds ga je studeren. En dan gaat het om beeldende vorming. Ja. En dat was naast het werk? Ja, 's avonds. 's avonds, ja. Maar je werkte overdag? Ik had gewoon 5 dagen lesgeven op de lagere school in Amsterdam. Ja. In Amsterdam-West. En 's avonds dan studeren. Ja. Ja. En je lijkt me een man, hè, als je het zo vertelt. Veel talenten, goed in sport. Duidelijk ook kijken op didactische zaken. Dat gaf je, zeg maar, als kind al aan op de lagere school. Mm-hmm. En dan opeens die oriëntatie naar die kunst. Ja, het kwam wel een beetje zo. Ik wilde, er was een collega op die lagere school waar ik werkte toen. Die deed dat ook. Ja. En dat ging ik met hem mee. En toen dacht ik, ja, ik zat thuis ook wel veel dingen te knutselen. En ik deed ook wel, ik speelde kunstenaartje toen ik op de kweekschool zat. En galeriehoudertje. En vertel, dan moet je speelde het, hoe bedoel je dat? Ja, nou, ik maakte kunst. Ja, oké. Okay. Maar ik dacht, nou ja, die kunstacademie. En ik denk, dat is toch te veel voor mij, te hoog voor mij. Ik weet niet of ik dat kan. En ik weet niet of ze daar thuis ook zo wel zo'n voorstander van waren om dat te financieren.
En dan deed ik met een vriend en dan maakten we werk. We maakten expositietjes en galerie speelden we dan en zo. Maar goed, dat is waar het dan toch al begon. Ja. En dan 's avonds echt serieus. En dan die eerste graad lerarenopleiding doen dan. Hè. Zo, dat is nog een zware studie erbij. Ja, dat was 8 jaar. Ja. Maar dat was toen nog niet officieel MOB. Dat kwam later aan de Breitner Academie, de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Mm-hmm. En dat heb ik later nog gedaan. Want de minister dacht toen in de 60e jaren, ja, je kan niet op eerste graadse niveau handenarbeid doen. Dat kan niet. Nou ja, dat werd later veranderd uiteraard. Door het beeldhouden, eerste graads. Toen ben ik daar naar die academie gegaan. En toen kreeg ik op het eindexamen pedagogiek, psychologie, didactiek, kreeg ik een ontzettende ruzie met de gecommitteerden. Omdat? Voor mijn gevoel. Ja. Ik was het totaal niet met haar eens. Ze kwam meer uit de Rudolf Steiner groep. En ik was meer een andere kant, filosofisch gezien. Dus ik had gigantisch fel gesprek voor mijn gevoel. Maar ze was zo fel voor mij dat ik bijna ruzie werd. Zo fel was ik bijna niet altijd, of bijna nooit. En ik kreeg een 9. En toen vroeg ik aan die docent later van waarom hebben jullie mij een 9 gegeven? Ja, zegt hij, je was zo ontzettend fel en goed en helder bezig om je standpunt naar voren te brengen. Dus dan kom je al op een niveau dat het niet meer is dat je moet zeggen wat de leraar goed vindt. Wat je altijd zo geprogrammeerd bent in middelbaar onderwijs. Ja, sociaal wenselijke antwoorden. Precies. Ja. Maar dan kom je op een niveau, dat is bijna weer universitair. Ja. Dat is jouw standpunt, daar gaat het om. En als jij dat helder en plausibel kan verwoorden, dan gaat. En dat was kennelijk heel zo goed, dat ze 5 jaar later belden ze mij of ik daar een les wilde geven. Want ze hadden iemand nodig. Geweldig. Die het vak gaf. Toen zeiden ze, je moet wel even naar de directeur voor een sollicitatiegesprek. Toen kwam ik daar in de gang en toen zat die gecommitteerde daar ook. Die had kennelijk ook gesolliciteerd. Maar ik werd het natuurlijk, want ik werd gevraagd. Ja, ja, ja. Toen heb ik daar nog een paar jaar les gegeven op die academie. En wat voor academie was het? Dat is het heet nu de Breitner Academie. De Breitner Academie. Maar dat heette toen de Hogeschool voor de Kunsten. Ja. En daarvoor was het MOANB en de Ludmastraat. Ja. Maar goed, dat is steeds weer veranderd nu. En nu zit de Breitner Academie, geloof ik, in Noord of zo. Ja. 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 En dat is een serieuze kunstacademie of een serieuze academie die mensen opleidt om kunst uit te voeren? Ja, tekenen en beeldhouden en waar je voor kiest. En dan ben je bevoegd om op alle niveaus les te geven, als je dat hebt. Dus dan heb je zeg maar de kweekschool gedaan en dan kan je in principe naar een lagere school. En dan komt, neem ik aan, hè, om les te geven. Ja. En dan na deze opleiding ging voor jou ook de wereld open van het hoger onderwijs, de kunstacademies. Ja, en later ben ik ook als gastdocent op kunstacademies uitgenodigd en als examinator en lesgever dan uiteindelijk. Ja. Ook en en ik heb ook op de middelbare school had ik ook een baan in Amsterdam-Zuid. Dus je deed van alles. Op die academie had ik niet een volwaardige baan. Ja. Dus daar had ik maar 4 uur. Ja. Dus daar kan je niet van leven. Dus ik had je moest ook al, wel. Na die lagere school ben ik toen eerst naar de middelbare school gegaan. Ja. Dan naar Amsterdam-Zuid. En de Gert van de Veenschool. En daar zei ik tegen de directeur, ja, ik wil eigenlijk minder lesuren geven. Want ik kreeg veel exposities. Want ik exposeerde al overal. Ja. En ik wil meer in mijn atelier zijn natuurlijk. Ik heb daar niet zoveel tijd meer voor. En nou zegt hij, ik wil je niet kwijt. Ik geef die uren, die 22 uur. Die geef ik wel op 3 dagen dan.
Okay. En welk jaar leven we ongeveer, Martin? Ik denk in 1980 zo ongeveer. In 1981 ben ik afgestudeerd en in 1986 werd ik gebeld om er ook weer les te geven. Ja. 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 Want de Gerrit van Veenschool die bestaat nog steeds volgens mij. Ja, ja. Ja, ja. 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 Kunst, zelfexposities. Wat was jouw ding als het ging om kunst maken? Uiteindelijk is het geworden. Dat was na mijn scheiding. Toen ben ik naar Horen gegaan. En ik hakte voor mijn examen, voor de academie, hakte ik in hout. Dus houten sculpturen. Mooi. En dat is klassiek. En je bent geïnspireerd door Henry Moore en Brancusi. En je gaat daarmee door. Maar op een gegeven moment kwam ik in een periode, sfeer van... Ja, oké, die beelden die zijn hartstikke mooi. En dat vond ik uiteraard ook. En goed. Ja. Maar ik vond het te weinig. Het was een nieuwe tijd. Ik ging de nieuwste tijd en de nieuwste ontwikkelingen van kunst... ging ik ook uitproberen en in mijn werk verwerken. Ja. Dus dan breek je eigenlijk de bestaande kunst eigenlijk weer af... En je begint weer opnieuw iets, je eigen vorm te zoeken. En toen ging ik meer kunst maken die gelieerd was aan filosofie, de dood en de wetenschap en de medische laboratoria, waar onderzoek werd gedaan naar leven, naar dood, naar bacteriën, naar leven, beweging. En nou, uiteindelijk kwam het erop neer. Ik zag ergens een duif liggen, dood in de straat. Ik kwam daar de volgende dag weer langs en toen bewoog die duif. Ik dacht, wat is dat? Dat zijn de maden die natuurlijk dat ding van binnen uitvreten, opvreten. Ja. Maar dat beweegt. Ik denk, het is dood. Daar komen andere insecten in, andere dieren in, ik snap het. Maar... Waar komt dat vandaan? Dat moet... Er moet in die materie leven zitten. Dus ik ging dat uitzoeken. Ik ging daar elektroden op zetten en de energie meten. En toen kwam ik erachter dat zelfs in dode dieren al millivoltage zit. En dat ging ik in beeld brengen en geluid en grotere dingen, exposities mee maken. Ja, eigenlijk zeg je, tenminste als ik vrij associeer, maar jij bent de kunstenaar en ik ben de leek. De dood als voorwaarde voor leven. Precies, uiteindelijk kwam ik erachter dat er in mijn filosofie, heb ik ook in mijn catalogus geschreven, er bestaat in principe geen... verschil tussen leven en dood. Want alles bestaat uit bacteriën. Die bestaan allemaal weer uit atomen. En die zijn altijd in beweging. Ja. Toen zei mijn broer... die is 5 jaar ouder en die is bouwkundige geworden later. Die wist alles beter natuurlijk, want die is 5 jaar ouder. Die zei, ja, maar... Bij min 273 graden, dan staan de atomen stil. Dan staat alles stil, zegt hij. Ik denk, hé, heeft hij een punt? Maar dat ga ik uitzoeken. Mm-hmm. Dus ik ga dat uitzoeken. En het blijkt dus zo te zijn dat inderdaad de atomen staan stil. Maar in de atomen, daar zitten de ionen, neutronen. En die bewegen om de kern gewoon door. Ja. Dus er bestaat geen stilstand. En dat klopt ook wel, want alle materie en het heelal ook is altijd in beweging. Er bestaat geen stilstand. En het feit dat wij een verzameling atomen zijn... en zo bij elkaar blijven dat die allemaal dit lichaam maken... en gedurende 80 jaar ongeveer, denk ik... bij elkaar blijft, maar dat wil niet zeggen dat het, als dat weer uit elkaar valt... dat dan al die atomen
verdwijnen, want die kunnen, er verdwijnt niet niets in het hele al. Alle materie blijft altijd bestaan. Wat er is, is er, maar het is doorlopend, constant in beweging. En het gaat weer verbindingen aan met anderen. En dat geeft dan weer een nieuw. En dat is ook zo, hè? Dus als je dat geografisch... alle materie die verdwijnt in de zeeën, gaat naar de diepste punten, gaat uiteindelijk weer naar de aarde, naar de kern. Mm-hmm. Dan komen weer erupties. De materie in alle materie komt weer eruit en maakt weer een nieuw leven. En dat is de cyclus, hè? Ik heb begrepen, Martin, dat je bent begonnen in hout. En moet ik me dan voorstellen dat je dan vierkante stukken hout gebruikt om iets vorm te geven? Een beeld, een sculptuur? Ik had het geluk. Ik woonde in Opdam toen. Ja. En daar dichtbij was een aannemer. En die heeft ook in ons huis een paar dingen gedaan enzovoort. Maar die vernieuwde ook hele sluisdeuren in Noord-Holland. Hè, in die plaatsjes bij dat water. En dat waren hele grote eikenhouten brokken. En die zijn al 100 jaar onder water gezeten. En niet op de waterlijn, zo met zuurstof en zo, maar onder water. En die zitten daar en die moesten er dan uit. En daar kon ik gewoon hele stukken van krijgen. Dat was bikkelhard volgens mij. En dat, ja, eikenhout. Ja. Ja, dat is redelijk hard. Je hebt azobé, dat is nog harder. Daar zit een beetje kalk in. En dat zinkt zelfs in water. Uh-huh. Azobé heb ik ook wel eens ingehakt. Maar die eikenhouten beelden, daar ben ik toen ook op afgestudeerd en een expositie van gemaakt. Even naar die techniek, hè. Dat is toch wel, vind ik toch wel leuk. Maar ook voor de luisteraar misschien wel leuk om even daar kennis van te nemen. Hakken met een hamer en een beitel? Ja. En dan gewoon uit het hoofd? Of had je een heel ontwerp? Ik had wel een idee. Ja. Een bepaalde schets. Hè, dat ik denk, ik ga dat maken. En dan moet je gewoon hakken. Dus allemaal hakken. Dus heel veel werk. En dan daarna schuren of niet schuren. Of mooi schuren. Maar gewoon wel hakken. Ja. Okay. Dat heb je achter je gelaten. Ja. Dat hakken. En toen ben je gekomen op de kunstvorm waar je eigenlijk in gegroeid bent. Stapje voor stapje. Eerst was het gecombineerd met metaal en glas en hout. Dat je dat een stuk... Als je een prachtige, mooie vorm van hout hebt en je steekt daar een stalen staaf dwars doorheen... Ja. Ja, dan krijg je dus een soort agressief contrast, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Of gecombineerd met glas, of later met gaten erin. En dan met speelgoed, dat begon ook wel met kunstenaars die dat deden, zoals Jeff Koons en zo, met speelgoed en maar later werd ik natuurlijk geïnspireerd door Damien Hirst uit Engeland. Die haai op sterk water had en die koe in stukken zaagde. En dan in sterk water exposeerde. Hele grote, ja. Maar Wat was de inspiratie die je daar uithaalde? Wat sprak jou daarin aan? Als kunstenaar wil ik dan. Hè? Je bedoelt... Dat kapotmaken van die schoonheid. Ja, nou, precies. En dan op sterk water tentoonstellen. Wat was de boodschap daarachter? Of was er een boodschap überhaupt? Ja, dat is dan... Dat begint dan met dat organische. Dus het leven. De dood en het leven zit er eigenlijk ook al in. En de schoonheid daarvan. Als je dus een koe... Maar ik denk, hoe doe je dat dan? Hè? Maar dan moet je dus eerst invriezen. Bijvoorbeeld een kalf. Nou, hij heeft het ook met een koe gedaan. Maar die moet je in zijn geheel moet je die invriezen. En dan kan je die in stukken zagen. En dan,
Maar dan moet je ze in een werk verwerken. En ja, dat kan eigenlijk helemaal niet op sterk water, want hij deed dat dan formaline. Mm-hmm. En dan blijft het niet ingevroren natuurlijk. Nee. Dus dan zakt het naar de bodem. Ik heb daar op mijn knieën bij gelegen bij die beelden hoe hij dat had gedaan. Ja. Maar ik heb het wel gezien. Hij heeft dus eerst zo'n plak doorgesneden koe bijvoorbeeld. Doorgezaagde koe. Op perspex genaaid. Dus dat zijn gewoon platen perspex. Dan heeft hij zo'n plak opgenaaid. Ja, met weet ik veel wat voor een spul, nylon enzovoort. En dan rechtop in een bak met water, met formaline gezet. Ja. En dan, maar het is heel schoon om dan om de binnenkant, net als bijvoorbeeld Günther von Hagen, die mensen heeft opgezet en die plakken daarvan gemaakt heeft ook. Dat is natuurlijk prachtig, dat is heel schoon. Ja. En dat is van binnen, want meestal kan je het van binnen niet zien. Ja. En geef je daarmee de schoonheid van het leven aan, de complexiteit van het leven? Ja, de schoonheid van, ik denk altijd, mensen zeggen vaak, ja, maar is dat dan niet eng en vinden mensen dat niet afschuwelijk? En ja. Ik zeg, nou, ik denk dat iedereen is geïnteresseerd in zijn eigen lichaam. Als je dat niet bent, dan denk ik, dan ben je niet nieuwsgierig of zo. Ja. En heeft jouw kunst te maken met bewustwording? Ook, denk ik, ja, met allerlei dingen, ja. Ja. Wat zijn voor jou de drie belangrijkste, zeg maar? Nou, de essentie van het leven en het ontbinden weer daarvan en het weer... Maar de essentie ervan. De essentie van het dat leven. Dat boeit me altijd. Dat die atomen, die cellen die mijn lichaam maken, dat die kunnen praten en denken. En abstract kunnen denken en liefdevol kunnen denken en nog kinderen kunnen maken en nog materialen en apparaten kunnen maken, dat uit de evolutie is ontstaan. Als ik daarover nadenk, dan... ik hoef niet te huilen, maar dan ben ik zo ontroerd dat bestaat en dat er daar geen computer, geen machine tegenop kan. De machine die wij zijn, wat die allemaal kan. En dat we dat nog steeds niet allemaal weten. Maar hoe dat werkt en hoe dat in elkaar zit. En dat we toch dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Dat is voor mij het grootste raadsel wat er bestaat. En het grootste, ja... Te onderzoeken fenomeen misschien wel. Mooi gezegd. Nee, maar dat is precies. Ja. Je hebt ook geëxposeerd in België met je werk... Ik heb daar nog wel naar gekeken en jammer genoeg niet veel te vinden. Want het is al een tijdje terug, hè, heb ik begrepen. En het ging, zoals het werd omschreven, als bio-art. Klopt dat? Ja. Zo werd het genoemd. Ja. Dus de kunst van de biologie. Ja. Is dat jouw naam? Nee, het is een bestaand naam. Maar die is ontstaan dat er dus op een gegeven moment wetenschappers in laboratoria proeven gingen doen, dingen gingen doen, maar daarmee gingen experimenteren als kunstenaar. Die waren ook kunstenaar, maar die werkten ook als wetenschapper in laboratoria bijvoorbeeld. Die hadden twee beroepen. En daar dingen gingen ze experimenten uithalen en dat heette dan bio-art. Ja. Bijvoorbeeld, je had Edward de Katsch in New York. Mm-hmm. Die plantte van een groene vis een DNA in een
konijn. En als je dan een bepaald licht op dat konijn zette, dan werd het konijn groen. Mm-hmm. Dus hij maakte een groen konijn, als het ware, met een ingreep in het DNA. In het lichaam. Ja, en zo waren er allerlei dingen in de wereld. Vooral in Australië en in Amerika. Ja. Wat waren nu de belangrijkste opmerkingen waar je mee moest omgaan nadat bezoekers kwamen om jouw werk te bewonderen? Ja, nou ja, dat het niet eng is en dat het ook vies is. En als je het niet goed in glas afsluit, dat het ook ruikt, uiteraard. Ja. En waarom ik dat doe? Nou ja, de reden is wat ik net vertelde, dat ik geïnteresseerd ben in wat is leven, wat is dood, ja. Wat is het verschil, ja. wat is materie. Ja. En dat gaat dan heel ver, denk ik wel, voor heel veel mensen ook. Ja, ja. Ja. Heb je daar ook nog het genoegen gehad om gesprekken daarover te voeren? Dus dat mensen vroegen van, goh, Martin, wat maak je nu? En wat stelt het voor? En, maar zijn er dan ook nog dingen die je terug kan halen waarvan je denkt van, nou ja, opmerkelijke reactie of vreemde reactie? Of? Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Ik exposeerde in Amsterdam in Arti. Ja. Een expositie die ging over de dood. Ja. En hoe wij de dood, hoe we daar verder mee omgaan met het begraven en rituelen ook. Hè? Ja. En ik legde daar neer een vinger in een glazen kistje. Mijn idee was, als je dus van de overledene, wordt wel eens haar bewaard of iets anders, vroeger zeker ook. Ja. Maar dan haal je bijvoorbeeld een pink van af, van de overledene. Mm-hmm. En die leg je in een mooi glazen kistje. Mm-hmm. En die bewaar je dan als aandenken. Mm-hmm. Ja? En die had ik daar mooi op een altaar neergelegd. En prachtig. Maar die vinger, ik had nog geen echte vinger van iemand of van een mortuarium of uit het ziekenhuis of wat dan ook. Mm-hmm. Dus ik liet hem namaken door een, ja, je hebt van die mensen, hoe heet die ook alweer, die voor films en zo maken ze lichaamsdelen na enzovoort. Ik weet wat je bedoelt, ik ken de naam niet, maar. Maar ja, goed, ja, ja, die, dat had ik laten doen. En ik weet nog wel, minister Dijkstal, die opende de expositie en ik zei tegen hem, nou, dit is mijn plan en ja. En is dat niet een mooi idee om dat dus ook eens in de wet vast te leggen? Dat het dus iets kan bewaren? Want ik vind dat zelf wel heel mooi. Nou, zegt hij, ik heb al zo'n werk ermee om het de as uit te strooien op plekken die je zelf wil. En daar heb ik al mijn handen genoeg aan, dus laat het maar even zitten. Zo, weet je wel. Maar toen stond er in de kranten, in de provinciale kranten van Leeuwarden tot Zierikzee. Mm-hmm. In al die kranten. Want deze man, die heeft een vinger geëxposeerd en die moet opgesloten worden, want het is toch raar en idioot. En dat zomaar kan en mm-hmm. gedaan wordt in Amsterdam. Tuurlijk weer in Amsterdam. En toen belde mijn broer, had ik aan de telefoon uit Apeldoorn en die zei, wat erg voor je, Martin, dat het in de krant staat. Die man moet in een isoleercel. Ja. Ik zeg, Evert, zo heet mijn broer, lieve schat, ik vind, ik begrijp dat je dat erg voor me vindt, maar ik vind het geweldig dat het in de krant staat. En dat soort dingen staan in provinciale kranten altijd. Ja. En ja, daar begint interessante kunst mee. Want dan gaan mensen eens nadenken over dingen. Misschien niet een bewuste provocering, maar uiteindelijk wel een provocering die je wenselijk uitkomt, omdat het denken over kunst, zeg maar, dan een Het zet aan tot denken en tot uitspraken en tot discussies. En dat is de bedoeling, vind ik, van kunst. Ja. Omdat je dan het begrip kunst wilt relativeren, is dat dan wat je beoogt? Dus de vraag, wat is kunst, voor iedereen anders, denk ik.
dat je dat centraal stelt? Ja, ik denk wel dat in de loop der eeuwen, of in de loop der tijden, in de geschiedenis, dat bepaalde kunstrichtingen een vorm hebben gegeven aan dingen die aan het veranderen zijn en die dan uiteindelijk geaccepteerd zijn. Ja. En in de, ja, ik denk dat dat een belangrijk iets is. Ja. Dat de kunst in, de maatschappij wakker houdt en in beweging, beweging zet. Dat vooral het wakker houden, dat spreekt mij aan. En beweging. Ja. Een beweging. Ja. 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 Dus eigenlijk is er wel een soort parallel te zien. Hè? Dus vanuit dat onderwijs en de onderwijsmethodiek en de manier waarop je onderwijs geeft, ook weer wakker houden en in beweging brengen. Ja. Leerlingen, denk ik dan. Ja. Dan vertaal je dat door naar jouw artistieke leven, mag ik het zo zeggen? Is dat artistiek leven of is dat niet de juiste benaming? Of is jouw kunstenaars bestaan misschien beter? Ja, ja. Ik neem nou bijvoorbeeld de Cobra na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is zo van, nou, zo wij het in die oorlogen hebben gedaan, dat is toch niet helemaal de juiste weg. De zaak moet herzien worden en we moeten weer opnieuw denken en vormgeven in een nieuwe tijd, in een nieuwe richting. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook heel maatschappelijk gegeven, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook dat diep graven en vragen stellen en antwoorden proberen te krijgen en te geven, dat is ook de functie van kunst. Ja. Ja. Maar je zoekt dan, in jouw geval, maar misschien is dat wel voor iedere kunstenaar de uitdaging, die grenzen op, die juist die discussie en het gesprek voeden. Nou, ik zoek ze niet op. Ze ontstaan door mijn denken. En dan vinden anderen dat ik een grens overga of niet. Maar die grens, ik doe niks. Ik doe mijn ding. Ja. En als iemand vindt dat ik de grens overga, nou, dan daar zijn denk ik de justitie voor. Ja. Die tikt mij dan op mijn schouder. Ja. En die zegt, dit mag niet. Er zit dus geen enkele provocatiegedachte achter. Nee. Dus nieuw denken en andere gedachten op papier zetten, zoals ook in de schrijverswereld gebeurt natuurlijk. Ja. Dat gebeurt door mensen. Uh-huh. En daar kan de maatschappij zijn ding mee doen. Ja. We kunnen het misschien wel over één ding eens zijn, hè? Dat is dat de kinderen van jou een bijzondere vader hebben. Hoe zien zij dat zelf? Ze hadden dat wel eens, vonden dat maar eng en zo. Eng, ja. En later begrepen ze het wel. Ja. En mijn zoon is het ook nog niet met me eens, altijd. En dat is ook leuk, daar kan je het over hebben. Hij is esthetischer ingesteld, hij is meer fotograaf, op andere dingen gericht. Dus een ander karakter heeft hij. Ja. Mijn dochter is meer iemand die daar wel meer oog voor heeft en zich vragen bij stelt. En die leeft ook buiten de gemeenschap. Die heeft ook een lichte vorm van MS, net als ik. Ja. Dus die is daarop afgekeurd. Maar die wil niet in de wereld van hypotheken en hard werken die heeft zich teruggetrokken in een zelfgemaakt huis. Huisje in Zuid-Portugal met haar vriend en zoontje. Mm-hmm. En die zegt, ik wil daar niet aan meedoen, aan die red race. Ik geniet van het buiten zijn en van de plantjes, van de groenten die ik kweek. Yeah. En van de eenvoudige uitkering die ik heb. En een paar centen die ik bijverdien. En haar man die dan wat centen bijverdient. Yeah. En zo leven ze eigenlijk. Ja, ja, mooi toch? Op een bepaalde manier is het ook weer heel mooi. Heel eenvoudig, bazaal. Heel bazaal, ja. Ja, ja. Ik ben het ook weer niet met haar eens op dat punt. Nee. Want ik vind dat wij hebben wel mogelijkheden om het nog leuker te maken, vind ik. En ook veiliger. Maar goed,
dat zijn de discussies die we hebben. Hè? Ja. Maar dat is leuk. Ja, ja. Als je dus met elkaar verschilt van mening en toch erg veel van elkaar houdt. Zo hoort het, toch? Ja, zo hoort het inderdaad. Ja. De basis voor kunst en levenskunst in het algemeen, denk ik dan maar. Precies. Martin, ik heb een mooi essay ook van jou onder woorden gekregen. Gewoon praten. Mm-hmm. Interessant uitgangspunt. Praten is gewoon, terwijl het misschien wel door heel veel mensen als heel moeilijk wordt gezien en precies ervaren. Wat is de essentie van de boodschap die je ongetwijfeld met het boekje De Wereld instuurt? Voor jou dan. Wat is jouw, is het een oproep? Of is het een suggestie? Is het een advies? Ja, het is inderdaad heel slecht door de mens gecommuniceerd, vind ik. Daarbij heb ik in mijn hoofd dat de mens bestaat nog maar 200.000 jaar. Ja. Vergeleken bij andere dieren is dat nog niet zo lang. Homo sapiens heb je het dan over, hè? De Homo sapiens. Ja, dus wij zijn nog in ontwikkeling. Ja. Maar het communiceren is zoiets bijzonders voor deze diersoort mens, vind ik. Dat wij dat als de beste diersoort kunnen. En dat ook heel belangrijk is om ons te ontwikkelen. En dat het dus zo slecht wordt ontwikkeld. Ja. Slecht, te weinig aandacht aan besteed wordt bij de opvoeding. Bijvoorbeeld, dat heb ik ook van mijn filosoof Arnold Cornelis. Die zegt het zo mooi. Kijk, vroeger, je hield je bek dicht aan tafel, thuis, op school, in de kerk, op het werk. Want dat had ook weinig functie. Je verrichtte spierkracht, bij wijze van spreken, zeker in het werk. En dat kost tijd. Dus die spierkracht moet je gebruiken. Maar tegenwoordig is communicatie een van de overlevingsgereedschappen bijna. Als je niet goed communiceert in je werk en in de huidige bedrijfsvoering en de nieuwe ontwikkelingen, dan kan je bijna helemaal niet meer meedoen. Als je niet meer kan communiceren met je computer enzovoort. Dus die communicatie is altijd zo ontzettend belangrijk geweest, maar dat is verwaarloosd. En neem nou bijvoorbeeld het heel simpel samengevat, na de oorlog, er zijn gigantisch veel vreselijke dingen gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd er over niets meer gesproken. Hebben jouw ouders, mag ik dat vragen? Ja? Hebben jouw ouders daar ook, zeg maar, de gevolgen van ondervonden? Natuurlijk van de oorlog, maar dat ze echt te maken hebben gehad met verschrikkelijke... Niet direct. Ze hebben wel dingen meegemaakt, zoals iedereen, denk ik. Ja. Maar ik bedoel, ook in de verhalen die je hoort over de Joden. Ja. Over de soldaten. Over de mensen die echt hele vreselijke dingen hebben meegemaakt. Maar het niet praten daarover. Neem nou het punt van het kolonialisme en de slavernij. Ja. Het niet praten. Dat is dus zo dodelijk geweest. Ja. Nog steeds. Ja. Dat men het niet heeft geleerd om daar gewoon over te praten. Ja. En op school niet. En in de kerk niet. Ik bedoel, dat er in de kerk nooit gepraat wordt. Dat je nooit een vraag mag stellen aan de pastoor of aan de dominee. Dat vind ik al zo achterlijk. Waardoor het christendom of andere godsdiensten, alle godsdiensten niet ontwikkeld zijn. Die blijven maar hangen in het niet praten. Dus in het dode, in de dode letter, bij wijze van spreken. Het niet praten in de zin van tweerichtingsverkeer, hè? Want dat maak je ook heel duidelijk in dat mooie essay.
Maar praten in de zin van zenden, dat is overdadig haast. Hè? Het verhaal vertellen. Ja. Maar dat ter discussie stellen, dat... Ja, dat moet twee richtingen verkeer zijn. Dat is communiceren. Dat is echt communiceren. Hè? Ja. 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 Ter aanvulling, dat viel mij op voordat ik het schreef. Ik zeg, alle problemen en conflicten ontstaan allemaal uit discommunicatie. Ja. En dat is zo jammer. Hm? Dat is, ja, ja. Ik ben inderdaad tegengekomen en je geeft ook een, zeg maar... Ja, recept kan je het niet zeggen, maar een soort sequence, hè, van dingen die je in ogenschouw zou moeten nemen om juist die miscommunicatie te voorkomen. Ik geloof dat je daar iets van 7 stappen in benoemt. Ja. Die dan heel erg met elkaar samenhangen. En iedere stap moet eigenlijk ook wel gemaakt worden om te voorkomen dat je weer terugvalt in een soort... Ja, precies. Dat kom je ook wel tegen in de literatuur over communicatie. Ja. Dat je eerst, als er een probleem is, dat je eerst helder het probleem helder hebt. Wat is het probleem? Maar dat je allebei bereid bent om daar ook echt iets aan te doen. Dus als je niet gelijkwaardig in het gesprek staat, dan kan je er beter maar mee stoppen. Ja. Dus je moet gelijkwaardig erin zijn, maar je moet ook allebei willen dat het probleem opgelost wordt. Ja. En als je alleen maar wil dat die ander luistert en doet wat jij zegt, dan is er geen probleem opgelost natuurlijk. Je moet openstaan voor de tegenpartij natuurlijk. En je moet totaal gelijkwaardig zijn. En dat is vaak ook niet het geval, hè? Niet gelijkwaardig. En daarmee schets je eigenlijk... De mogelijke oorzaak van alle misverstanden. En als je dan, zeg maar, op een ander abstractieniveau ernaar kijkt. Mm. Meer in de zin van, oké, wat er gebeurt, gebeurt er. We aanschouwen het en we hebben daar een mening over. Hoe zou je nu in de basis dat gedrag, noem het maar even de 7 regels, zeg maar, kunnen internaliseren in een samenleving? Waardoor het als een soort natuurlijk gedrag zeg maar ontwikkelt. Je hebt het geschreven. Ongetwijfeld heb je er ook over nagedacht. Dat je denkt van, dat zou eigenlijk ingebed moeten worden in het systeem van onderwijs. Van overdrachtelijkheid, hè, zoals we dat met elkaar in zo'n samenleving organiseren. Met jouw ervaring ook als didacticus. Heb je daar ook beelden bij? Nee, daar gaat mijn beeldende kunst niet. Daar heb ik geen beelden bij. Ik bedoel dat mentale beelden in dit geval? Nou ja, kijk, als je moet al, denk ik, als je dat bespreekbaar wil maken, dan moet je eerst een probleem wat er is, dus analyseren. Ja. En wie hebben dat probleem? Welke twee mensen? En op welke twee staten? Of welke twee instanties? Of, ja. Maar goed, eerst tussen twee personen. Ja. Wat is dat voor een persoon? In welke verhouding staan die met elkaar? En wat is het probleem? En niet de vraag stellen die ik daar ook bij zet. Hè. Wat is het probleem? Nee. Maar meer uitgaan van hoe is het probleem ontstaan. Want anders zit je meteen al van... hij doet het verkeerd. Of, hoe is het probleem ontstaan? Ja, en dat is denk ik ook wel een heel interessant uitgangspunt. Gewoon even in de brainstorm. Hè? Mm-hmm. Dus dat je inderdaad zegt, maar ja, miscommunicatie. Ja, hoe is het ontstaan? En als je van daaruit vertrekt... Praten we dan over de omstandigheden waarin we leven, waardoor die miscommunicatie haast onvermijdelijk iets is, omdat we systemen zo hebben ingericht, waardoor het haast impliciet is dat miscommunicatie ontstaat of expliciet is? Ja, vandaar ook dat wij die... Ja, het, 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 uh,
het organiseren van de maatschappij en neem alleen al het begrip democratie, ja, hoe slecht dat nog ontwikkeld is. Ja. Als het dus, dan, we zeggen wel, we leven in een democratisch land. Dat wil zeggen dat alle gelijkwaardigheid aanwezig is. Nou, vergeet het maar, die is natuurlijk helemaal niet aanwezig. We leven wel in een democratisch land en we worden geacht zo te leven. Ja. Maar die gelijkwaardigheid is bijvoorbeeld, als een van de voorbeelden, totaal niet aanwezig. Heeft dat te maken met de decadentie van het gedrag van individuen? Ja, ook in het aannemen van, als jij mijn directeur bent en ik ben jouw ondergeschikte, dat jij al meer macht hebt. Dat is dus ook al. Ik neem bijvoorbeeld, denk ik wel eens de laatste tijd, ook die hele grote bedrijven die beursgenoteerd zijn. Hè, die hebben dan een CEO en, ja, en managers enzovoort. Maar dat is eigenlijk niet meer van toepassing. Want een heel groot bedrijf, wat beursgenoteerd is, daar staat iedereen gewoon op de loonlijst. Dus iedereen moet gelijkwaardig zijn. En dat wordt in een personeelsraad, wordt dat allemaal op zijn waarde besproken en beoordeeld. Mm-hmm. Welke functie je dan ook eigenlijk hebt. Maar dat is van tevoren al zo geïnstitutionaliseerd en gestructureerd. Ja, ik verdien zoveel en jij verdient zoveel en ik ben de baas over jou. En in wezen moet dat helemaal niet meer van toepassing zijn. Jij bent in een instituut, in een organisatie. Daar is een democratische personeelsraad. Daar heeft iedereen evenveel stem en evenveel zeggingskracht op vergaderingen enzovoort enzovoort. En de meest acceptabele ideeën en zeggingskracht zijn geldig. Ja, dat is gezond verstand denken. Precies. Maar daar ontbreekt het dus aan. Ja, dat op allerlei manieren. En ik snap ook wel dat het natuurlijk, ja, ik snap wel waar het door ontstaan is. Maar wat ontwikkeling betreft zijn we natuurlijk nog in de kinderschoenen. Maar waardoor is het ontstaan dan volgens jou? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Hoe is dat ontstaan? Door toch, ja, doordat er toch vele mensen, een bepaalde macht hebben gekregen. En ik denk in hele kleine gemeenschappen, zoals vroeger. Stel dat je een groep van 50 mensen hebt in een dorp of in een gemeenschap, waar je met elkaar zorgt dat er eten is en een dak en veiligheid, dat ieder zijn functie heeft en dat daar een redelijke vorm van gelijkwaardigheid is, bij wijze van spreken. En dat dat in de loop der eeuwen natuurlijk zo is gegroeid met frustraties, met mankementen, met mensen die daar misbruik van hebben gemaakt. Mensen die, ja. Nou, want je praat ook, en dat vond ik ook een heel interessant onderdeeltje over de psychiatrie. Ik wil het niet naar de psychiaters trekken, maar wel naar hoe mensen gevormd worden. En dan praat je ook over die drie systemen, waarbij een natuurlijk systeem zeg maar een element is en een regulerend systeem, een sociaal regulerend systeem. En dan denk ik wel eens, maar ik toets het even aan jouw inzichten, van ja, als je als jongeling, mag ik het zo zeggen, als kind, wordt blootgesteld aan agressie, uitbuiting, omdat het systeem nu eenmaal zo is, dan word je daardoor ook gevormd. En dat gedrag neem je natuurlijk ook mee naar volwassen stadium. Mm-hmm. En als je dat dan afzet naar hoe gemiddeld mensen worden gevormd. Ik denk een beetje aan het boek wat jij ook citeert, hè, van Bregman. Hè, de meeste mensen deugen. Ja. Dan krijg je toch een soort tweedeling van mensen die in het algemeen deugen. En misschien wel een paar mensen die hun heil hebben moeten zoeken door die
context overleven, egoïsme toe-eigenen, die wellicht dominant kunnen zijn en de redelijkheid van de massa, zeg maar, kunnen ondergraven. Ja. Omdat de massa dan niet bestand is om dat gedrag tegen te gaan. Ja. Ja. Is dit gewoon een dwaling vanuit één, kan genetisch zijn, maar vanuit zeg maar hoe ook weer de samenleving is ingericht en hoe natuurlijke systemen zijn gevormd, waardoor je mensen krijgt die op een dergelijke manier zijn gevormd. Ik heb zelf het idee, ik ben het met Rutger Bregmans eens, de meeste mensen deugen, dat degene die problemen krijgen, dat die altijd ergens een kleine beschadiging of een te grote afwijking hebben ervaren in hun jeugd. Dat die, ja, dus te weinig liefde. Ja. Er is iets misgegaan. Er heeft een volwassene niet goed opgelet, of die is te egoïstisch geweest en heeft iemand verpletterd. En er is niemand die ingegrepen heeft. Er zijn altijd van dat soort dingen. Maar die kunnen dan een dominante positie innemen in zo'n gematigde groep mensen die allemaal deugen. Ik denk het wel. Ja. Ik vind het zo'n mooi voorbeeld wat Rutger Bregman aanhaalt bij de justitie in Noorwegen, bij de gevangeniswezen in Noorwegen. Hmm. Daar is in Noorwegen een gevangenis, die zit op een eiland. En daar is een totale vrijheid. Ik bedoel, het is wel een eiland waar de gevangenis is. Daar mogen ze niet vanaf. Ze zijn wel gevangen. Ja. Maar ze hebben daar een gemeenschap die je kan onderwijs volgen. Je kan aan het werk gaan. Je kan naar de winkel gaan. Je hebt een open samenleving, bij wijze van spreken, in die gevangenis. En het blijkt dat de minst recidivisten daarvan dan, het aantal recidivisten is daar het laagst. Mm-hmm. En ja, ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van dat je dan stuk gelopen bent, maar je krijgt nu de kans, zonder, er wordt wel op je gelet, maar dat je daar weer op een normale manier, als je daar vervoelt en je hebt daar de tools voor, om weer een beetje recht te lopen in het rechte. Ja. Dat is bijvoorbeeld één klein bewijsje. En ook dat voorbeeld van het eiland, van die jongeren. Dat dus dat oorlogsdenken, wat wij natuurlijk altijd heel lang hebben gedaan. En nog zijn er heel veel mensen die denken, we kunnen niet, oorlog zal altijd blijven bestaan. Daar is Rutger het niet mee eens, maar daar ben ik het ook niet mee eens. Dat is dus niet het geval. Dat is dus zoals bijvoorbeeld Hobbes, de filosoof Hobbes in de 17e eeuw. Mm-hmm. Die zei, de mens is een roofdier, die moet in toom gehouden worden met strenge hand. En dat is natuurlijk onzin, vind ik. Dat is niet zo, alleen, ja. Goed, dat was toen een staatsinrichting en hij was ook staatsinrichter en politicoloog misschien wel en filosoof. Maar, dat is dan. Maar in feite zeg je eigenlijk, we creëren onze eigen waarheid. Zo'n man die dat dan zegt, die gaat dan uit van een systeem wat we zelf in stand, tot stand hebben gebracht, in stand houden. En komt dan tot de uitspraak dat controle en dwang nodig is om, zeg maar, controle te houden. Jij kijkt van buitenaf naar het systeem, zit niet in zo'n systeem en je denkt van nee, ik ben een andere mening toegedaan. Mm-hmm. Is het gewoon niet zo dat we als mensen gewoon heel erg manipulatieve wezens zijn? En eigenlijk die omstandigheden creëren waardoor we er zelf beter van worden. En dus een alibi kunnen
zeg maar, opwerpen. Het is nodig om dit te doen, omdat anders het dan zeg maar uit de bocht vliegt, om het maar eens even zo te zeggen. Is dat niet de makker van de mens? Nou ja, ik denk, we hadden het over gewoon praten. Ja. Als wij dus dat communiceren, ja, veel beter ontwikkelen. Dus als jij dus even uit de bocht vliegt, ja, dat het niet onbesproken kan blijven. En dat volgens mij, daar kwamen we uit. 100.000 jaar geleden misschien wel. Dus ongewenst gedrag, mm-hmm, om wat voor reden dan ook, kan ook een erfelijke afwijking zijn, werd feitelijk geneutraliseerd door zeg maar verbanning of je hebt op. Ja, heb je zo'n mooi voorbeeld dat te lang onbesproken is en niet over gepraat is, ja, komt nu naar boven, omdat we veel meer dat communiceren, dat ontwikkelt zich wel, is wel steeds aan het ontwikkelen, maar is natuurlijk nog lang niet wat optimaal is. Maar dat als het beter gecommuniceerd was, ook weer zoiets, dan was dit natuurlijk minder een probleem geworden. En dat is in wezen met alles. Ja. Nu schrijf jij, zeg maar, in jouw essay dat de techniek daar wel eens een uitkomst voor zou kunnen zijn. In die zin dat er meer wordt gecommuniceerd, duidelijker wordt gecommuniceerd, transparanter wordt gecommuniceerd. Heb ik dat goed gelezen? Ja, die kan ons daarbij helpen. Geen uitkomst, want dat moeten we zelf doen. Ja. Maar het kan ons helpen. Ja. Omdat wij nu kunnen praten binnen een seconde met Australië. Ja. En dat de problemen die daar zijn, of met vakmensen, veel sneller kunnen opgelost worden. Dat we nu hebben we in de kortste tijd een vaccin tegen corona ontwikkeld. Vanwege de communicatie en de mondialisering bijvoorbeeld. Ja. En die techniek die is ons ook gigantisch aan het helpen natuurlijk met de energietransitie. Ja. Er is dus één energiebron, die is de grootste die we kennen. Ja. Die staat de hele dag energie te geven. En we zijn nu pas in deze tijd in staat om die energie direct op te vangen, om te zetten in bruikbare energie. En dan hoeven we niet die energie allemaal uit de grond weer te halen. Die olie en die kolen en het gas. Ja. Maar die is er al. En we zijn nu in staat om dat te gebruiken. Ja. En daar hebben we die techniek voor ontwikkeld. Ja. En daar moeten we slim mee omgaan, denk ik. Ja, ja, nee, daar ben ik het helemaal met je eens. Alhoewel ik wel ergens heb gelezen, maar ik weet niet of dat een broodje aap is, om het maar zo te zeggen, dat in de 18e eeuw of de 19e eeuw, als sprake was van apparatuur die energie kon opvangen vanuit de zon. Maar dat het. Het heeft het verloren van zeg maar de brandstoftechnieken die we nadien hebben geïntroduceerd. Dus dat was ook een kwestie van een soort economische afweging. Dus we hebben eigenlijk een soort achterstandje afgelopen. Maar dat terzijde hoor, dat terzijde. Ja, want ik heb ook wel eens gelezen dat de waterstofauto, ja, dat die ontwikkeld al was. En ook de elektrische auto, dat is weer een ander verhaal. Dat het dus vernietigd is in Amerika. Omdat het de olieindustrie zou in de beschadigen. Weg zou zitten. Ja, dat is ook heel smerig geweest. Ja, 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 maar dat ook de waterstof. Ik weet nog wel, ik had ook nog een expositieruimtetje, een oude garage gekregen van de gemeente tijdelijk. Ja. We maakten een expositie met Servaas en die had de waterstofauto geëxposeerd van de Mazda. Die had het al ontwikkeld, waterstof. En die auto die werd daar geëxposeerd en de kunstenaar Servaas gaf een energie, dus gaf een milieuprijs aan Mazda, omdat hij dus de schone energie had opgewekt met de waterstofauto. Mm-hmm. En die is nooit, die is,
niet goed nog in ontwikkeling gebracht. Maar dat is nu pas weer opgepakt, hè? Ja, ja, ja. Dat soort dingen allemaal, ja. Ja, ja, ja. Ja, techniek, daar ging het eigenlijk om, kan ons helpen om een paar vraagstukken, zeg maar, op te lossen. Ja. Mede, zeg je. Ik denk het wel. Ik las ook eens wel een soort bezorgdheid in je boekje, in jouw essay. Mm-hmm. En namelijk dat je constateerde dat het vermogen om te communiceren leek af te nemen. Dus de noodzaak om te communiceren is erg groot. Om het transparant open te doen, gelijkwaardig te doen. Techniek kan ons op vele gebieden helpen. Zoals mm-hmm. je net ook zelf hebt aangegeven. En tegelijkertijd zien we dat het communiceren, het bilateraal communiceren, wederzijds communiceren, op basis van gelijkwaardigheid, aan het afnemen is. Onder druk van de sociale media. Dus we gooien wel heel veel de ether in. Maar het echte gesprek. Ja, oké. Okay, komt maar... tot stand in? Is dat wat, ja. Nee. Wat je, zeg maar, zorgen baart? Of? Nee. Heel veel mensen zeggen dat ook. Hè? Die social media, dat is toch. Die iPhones en die computers en zo. En dan ben ik het met Arnold Cornelis eens, die filosoof waar ik nogal veel mee te maken heb gehad en ook gelezen heb. Maar die zegt ook, ja kijk, neem die social media nou. Die manier waarop daar wordt gescholden enzovoort. Ja. Dan heb je dus in de 19e eeuw, zegt hij bijvoorbeeld. In de vorige eeuw, dat is de 20e eeuw. Dat was de zwijgende eeuw. Jij noemt het de zwijgende eeuw inderdaad. Hij noemt dat. Hij noemt de zwijgende eeuw. Ja. En ik ben het met hem eens. Ja. Kijk, aan het eind van de vorige eeuw zijn we wel steeds meer gaan praten. Mm-hmm. Maar vanaf 1900 tot 2000 noemt hij dat de zwijgende eeuw. Wat ik net al zei, je houdt je mond dicht aan tafel, op school enzovoort... En, die zwijgen, dat zat erin. Daarvoor, in de vorige duizenden jaren, had je bijna de onbekende mens. Dan was je een nummer. Je had ook bijvoorbeeld in de kunst, had je de onbekende kunstenaar. Daar had je die in de middeleeuwen. En later had je dus wel panelen en zo. Maar dan was de kunstenaar niet bekend. Niet bekend. Niet belangrijk. Nee, nee, en de bisschop had de opdracht gegeven. Ja. Nou goed, dan had je de zwijgende mens. Hij zegt, als je nou 100 jaar niet hebt mogen praten. Even kort door de bocht. Mm-hmm. En je mag plotseling wel praten. En je mag het ook nog op internet zeggen. En ook nog anoniem. Dan krijg je natuurlijk de meest rare dingen. En nu wordt er natuurlijk wel een beetje op ingeperkt. Misschien binnenkort mag je niet meer anoniem. En het wordt ook steeds belachelijker als jij steeds maar zit te schelden. En weet ik veel wat. Dat wordt ook niet serieus meer genomen. Dus dat is een kwestie van leren. Ja. Dus als jij dus rare dingen loopt te schreeuwen straks op straat... Dan word je niet serieus genomen. Of als het te lastig wordt, dan word je misschien nog even meegenomen. Ja. Hè? Dus als jij rare dingen zegt, dat wordt niet meer serieus genomen op een gegeven moment. Dus dat is een kwestie van tijd. Dus dat social media schelden, dat gaan we om lachen. Als jij dat, dan gaan we om lachen. Dus dat moet je ook nog leren, dat praten. En dat communiceren. Dus maar hadden we dat niet al... geleerd moeten hebben? Nee, ik zeg het. Het is heel slecht ontwikkeld. En ook veel te veel eenrichting verkeer. Ja. En leer nou maar hoe je dat moet schrijven. Dan kan je straks de papieren invullen voor de belasting. En dan, als je het goed doet, dan praten we niet meer verder. En, dus het is allemaal eenrichting verkeer. Ja. Het is geweest. Ja. En nog, en zo is het ook bedoeld. Natuurlijk. En
die bewustwording, die komt natuurlijk ook in de loop der de eeuwen op gang. Ja. Dat we er veel meer mee kunnen. Ja. En bijvoorbeeld dat als de Russen snappen, als ze morgen allemaal de straat op gaan, dan is Poetin weg. Maar die bewustwording, die komt heel traag op gang. En zo gaat het maar door natuurlijk. Ja. Ja, ik vind het interessant wat je zegt, want je praat over bewustwording. En soms denk ik wel eens van, misschien zijn, in het voorbeeld van Poetin, is voor een belangrijk deel het wel zo dat mensen bewust zijn, maar ze kiezen voor het meest veilige. En kiezen dus, misschien is dat, het is een hele lastige, vind ik zelf. In je essays heb je het ook zeg maar over de politiek, hè? Even. Ja. Nu kan jij al zeg maar een respectabele tijd naar achter kijken, met alle respect. Hè? Als jij nou een politiek partij zou oprichten, met alles wat je aan denkbeelden meedraagt, wat zouden dan voor jou de belangrijkste grondbeginselen zijn? En ik noem het ook even zeg maar met betrekking tot het woord communicatie, hè, wat jij zo centraal stelt ook in jouw essay. Gewoon praten is communicatie. Mm-hmm. Is dat een vraag waarvan je zegt van daar heb ik wel zeg maar een beeld van? Ja, ik zou een partij. Het begrip burgerraden, dat zou ik dus heel sterk ontwikkeld willen zien. Dus dat je burgerraad, je weet wat het is, hè? Een burgerraad, ja. In mijn beleving is een soort participatiebeweging die beslist ook over zaken. Ja, je wordt met loting gevraagd, wil jij daar gedurende een periode een onderwerp met elkaar bespreken. Loting, noem je ook serieus. Ja. Nou ja, loting is het. Ik was altijd vroeger tegen het begrip loting bij de Griekse democratie. Maar goed, dit heeft een functie natuurlijk. Je kan niet met 17 miljoen mensen gaan vergaderen. Dus je moet via loting. Neem je 10.000 mensen. Van die 10.000 mensen vraag je, wil jij in zo'n burgerraadzitting nemen? Praten over een bepaald onderwerp. Hè, waar je behoefte aan hebt als regering om daar een standpunt over te krijgen. En als je dan mee wil doen, dan vallen natuurlijk een heleboel mensen af. Die willen niet of die kunnen niet of die enzovoort enzovoort. Dan hou je groepen over, kleinere groepen. Die betaal je uit. Die komen één keer in de maand bij elkaar om met elkaar dus die dingen te bespreken. Dat duurt een jaar bijvoorbeeld. En dan aan het eind van het jaar heb je een consensus waardoor je een beslissing kan nemen. En het blijkt in de praktijk, want het is al in Europa overal uitgerold. En dat gaat steeds meer gebeuren. In Amsterdam hebben ze het ook al een kleintje gehad, maar beperkt nog tekort enzovoort. Mm-hmm. En de mensen die daar aan meedoen, die zijn zo ontzettend enthousiast. Want die zeggen allerlei, ik kan nu, er wordt naar mij geluisterd, ik word serieus genomen. Ik krijg er nog ook een kleine waardering voor, betaling, kleine betaling, vergoeding enzovoort. En uiteindelijk wordt het aangenomen. En dat is dan nog even de politieke vraag. De meeste dingen worden aangenomen, maar het kan ook als het zo goed wordt georganiseerd en uitgegold wordt, dat het beslissingsbevoegdheid heeft. Mm-hmm. Het probleem was bijvoorbeeld in Ierland dat de abortuswet, daar kwamen ze niet uit. Hebben ze met burgerraden ingesteld. En binnen twee jaar hadden ze een plan aangenomen door het parlement, opgelost. Ja. Fantastisch. Ik denk dat een partij waarin dit
heel, heel goed wordt ontwikkeld. Ja. Democratie. Mm-hmm. En dat je de verdeling van het geld. Het is natuurlijk waanzin dat iemand miljarden heeft. Mm-hmm. En een ander niks. Daar is geld niet voor bedoeld, zeg ik altijd maar. Ja. Als jij wil sparen, iets wil sparen, dan ga je maar postzegels sparen. Maar geld is bedoeld om goederen te kopen die je nodig hebt om normaal te leven. Als ruilmiddel is het ontstaan. Mm-hmm. En daar, als jij 1000 broden kan kopen, dan lijkt me niet zinvol. Want dan kan je er beter 1 kopen en die andere weggeven. Want ja, iedere dag 1000 broden kopen, ik bedoel, die worden oud. Ja. En dat is dus waanzin. Daar is het geld niet voor bedoeld. Ben jij in dat verband zeg maar voorstander voor een soort basisinkomen, zodat je geld als ruilmiddel gelijkelijk verdeeld over mensen? Ja, zou ik wel voor zijn, ja. Ja. En dus hoeft er ook niet speciaal arbeid tegenover te staan? Gewoon een algehele levensstandaard creëren waar iedereen kan doen? Want daar hebben we het in het begin van het gesprek over gehad. Wat ze zouden willen doen. Ja, nou, ik denk dat dat zinvol is. Zeker om eens uit te proberen. En dat wordt hier en daar ook al uitgeprobeerd. Hè? Ja. Maar je kan die arbeid, ook de keuze bijvoorbeeld laten om die zelf in te vullen. Ja. Dat jij een bijdrage levert. Dus dat je niet alleen maar neemt. Ja. En geniet van de geneugten die wij jou geven. Nee. Maar dat je mag zelf je bijdrage inleveren, bijvoorbeeld. Voorstellen. Ja, zodat je gewoon in je kracht blijft. Dus vanuitgaande dat ieder mens een soort unieke vaardigheid heeft, een talent. Ja. Kan dat ingezet worden ten behoeve van de gemeenschap. En ik denk dat iedereen in wezen dat ook wel wil. Ja. Ik denk dat er weinig mensen zijn die een heel jaar lang op de bank willen liggen. Ja. En dan af en toe even naar de wc gaan. Ik denk dat niemand dat wil. Wel als je het voorstelt, sommige mensen die lui zijn, ja, of geen zin hebben in dat baantje wat ze hebben, dat ze zeggen, oh ja, laat mij maar het hele jaar op die bank liggen. Maar dat heeft dan te maken waarschijnlijk met het baantje en niet met de mens. Precies. Dus het verkeerde baantje. Precies, dan hebben ze niet een goede kansen gekregen om een beetje wat van te maken. Ja, ja, ja. Denk ik. Ja. Zijn die beelden al heel lang bij jou aanwezig geweest? Of is dat een kwestie geweest van na een behoorlijke tijd in het onderwijs, met de kunst bezig te zijn, heeft het zich toen ontwikkeld? Dat je van daaruit nu komt tot dat standpunt en uiteindelijk dat vertaalt in een essay? Of was het al lang al, zeg maar, sluipend? Ja, dat was stapje voor stapje. Politiek bewust, kranten lezen, discussiëren met vrienden. Ja. Ik heb wel een lichte vorm van MS, dus ik moet veel zitten. Ja. Daar ben ik uiteindelijk ook op afgekeurd, op het laatst. Ja. Dus ik lees heel veel. Ja. En lees uitgebreid de krant. Ja. En boeken die daarmee te maken hebben enzovoort. Dus mm-hmm, dan ben je ook steeds bewuster van dingen. Ja. Ja. Nou, wat mij opvalt is, het is een heel positief boekje. Essay moet ik eigenlijk zeggen. Het is een boekje essay. Het is een hele. Ik dacht bij mezelf, nou ja, Martin, ja, over filosofie, hè, want dat is ook jouw een van jouw passies, hè, filosofie. Mm-hmm. Je noemt jezelf ook filosoof. Ben jij nu de filosoof van het positivisme? Als je het zo zou moeten noemen. Ik weet niet of dat bestaat, die stroming, nogmaals, ik ben een leek. Maar dat kwam bij mij boven. Het is een hele positieve insteek en ook de schrijvers die je noemt, vind ik zelf ook voor een belangrijk deel, mm-hmm, uitblinken in een hele nuchtere waarneming met een positieve ondertoon. Wat ik zelf heel prettig vind overigens. Maar even naar jou. Is dat... Je bent geen zwartgallig mens. Nee, en ik heb ook heel veel gehad aan de filosoof Arnold Cornelis, die ik net noemde. Die had de theorie van
waar we het net al over hadden, die drie dingen. Dat is het natuurlijke systeem. Dat is het systeem wat we, zeg maar, tot 1600 ongeveer. Kan je zeggen, alle culturen hebben daarmee te maken. Je hebt behoefte aan veiligheid, aan eten, drinken. Liefde. En geborgenheid, ja. Enzovoort. En dan krijg je zo rond 1600, 1800 in Europa, West-Europa vooral, het sociaal regelsysteem. Wij hebben in Amerika, in Noord-Amerika en later in Europa dat hele sociaal regelsysteem ontwikkeld. Met alle wetten en onderwijs en regels enzovoort. En daar lopen we nu een beetje op het eind, op het achter. Dus we lopen een beetje aan het eind van het regelsysteem. Want dat zie je ook om je heen in de hele wereld. Mensen willen niet meer gestuurd worden door de sterke arm, zeker niet door dictaturen. Mensen willen communiceren, mensen willen praten. Dus je krijgt een nieuw systeem, zegt Arnold Cornelis. Die is jammer genoeg in 1999 overleden. Dus hij kan het niet meer meemaken. Hij zegt, de 21ste eeuw is de eeuw van de communicatie. En daar bedoelt hij mee dat dan een nieuw systeem zich zal ontwikkelen en al aan het ontwikkelen is, want je ziet het overal om je heen. Dat is het communicatief zelfsturingssysteem. Dus dat is via communicatie. Mensen willen zelf sturen. Die willen betrokken zijn, die willen zelf mee bepalen wat ze doen. Dat kunnen ze ook, dat willen ze ook en dat zie je steeds meer. En het wordt ook geholpen door de techniek. Nu kom je weer op de ook helft. De techniek en die bewustwording van die communicatie en die democratisering. Je had natuurlijk de Arabische lente in de tijd en dat komt weer terug. Maar nu zijn er even die vervelende oorlogen aan de gang in Europa en Israël. Er hangt een donkere deken een beetje over de wereld. Maar dat komt weer terug, die Arabische lente natuurlijk. Je hebt ook het boek wat net uit is van Christopher Clark, De Europese Lente. Die schrijft over dat de revolutie in 1848... vergelijkt hij met Europa, waar al die revoluties, al die onrusten waren met de huidige tijd. Ja. En wat daar wel en niet van toepasbaar is. Er zijn ook veel dingen aan de gang op dit moment. Maar dat sociaal regelsysteem en dat boek wat hij er dan bij heeft geschreven, dat is de logica van het gevoel. Dat het gevoel is eigenlijk waar je de hele dag mee werkt. Er zit een logica in. Natuurlijk zit daar een logica in. Alleen de echte logica uit de wetenschap, dat is dan meer dat de bewijsvoering enzovoort enzovoort is. Maar het gevoel dat dat niet geldig is, dat betwijfelt hij. Dus het gevoel is ook geldig. Mm-hmm. Maar dan moet je op zijn juiste waarde inschatten natuurlijk. Maar dat zelfsturen en dat je zelf actie moet ondernemen en positief moet zijn en dat je de zaak kan sturen en mee kan helpen, dat is altijd aanwezig bij iedereen. Ja, ja, ja. Maar er gaan ook dingen mis, ja. De hele dag. Ja. Dan zeggen ze wel eens, wat ben je positief, optimistisch? Waarom ben je zo optimistisch? Ik zeg, nee, ik ontken niet dat er dingen misgaan. Er gaan de hele dag dingen mis. Ik maak de hele dag fouten. Iedereen maakt de hele dag fouten. En daar leren we van. Ja. Maar we hebben geen zin meer om steeds maar weer diezelfde fouten te maken. Ja. En een stapje terug te doen. Ja. En als je zegt we, dan praat je eigenlijk ook met name over jezelf. Ik heb geen zin om. Ja, maar ik vind dat. Ja. Ik denk in wezen dat de mens zo ook in elkaar zit. Aha. Als psycholoog. Ja. Als filosoof. Ja. Denk ik. Ja, ja.
Maar ja, ik kan het ook fout hebben. Kan er nou ja, misschien... ja, God, als we dan toch praten over denken... Ik denk dat alles wel in ons zit. Alleen, wat is dominant? Waar geef je de voorkeur aan? Ja. Dat zijn dan weer, zeg maar, ja, afgeleide interessante vraagstukken, denk ik. Maar goed. Maar het lijkt mij minder interessant om bezig te zijn met waarom het misgaat. Ja, ja, wel analyseren. Ja. Maar dat je daar ja, door de fout die gemaakt is, daarvan te leren en ja, op een positieve wijze weer door te gaan. Ja, nou, ik ben dat lijkt me zinvol. Ik ben het met je eens, Martin, persoonlijk. En ik herken hier ook in de schepper. Hè, dus dat is, ik probeer hem een klein beetje terug te brengen naar hoe we zijn begonnen. En wat ik dan ja, denk te zien, is een man die wil scheppen vanuit positivisme. Analyseert, waarneemt en van daaruit iets wil brengen, iets wil geven, iets wil maken. En ik denk dat dat zijn weerslag ook heeft in het boekje wat je geschreven hebt. Maar goed, dat is natuurlijk mijn interpretatie. Mm-hmm. Misschien ben je het daar helemaal niet met me eens. Maar dat is hoe die bij mij binnenkomt. Dus dat vind ik dus wel heel mooi om te zien. Nou, ik vind het fijn dat het zo overgekomen is. Ja, ja, bij mij dan, hè, in dit geval. Ja, precies. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het bij anderen anders is overgekomen. Maar oké. Okay, nou, dat kan heel goed. Maar het kan, het kan. Hè. Dus we zitten in de wereld van het gevoel. Ja, ja, we blijven communiceren. Ja, 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 ja. Even kijken. Wat hebben we allemaal aangeraakt? Misschien wel even een momentje van terug. Apeldoorn geboren... ondernemersgezin, bakker. Een van de vier kinderen, geloof ik. Vier was het, ja. Vier. Ja. En dan ook nog drie broers. Ja, ja, die allemaal iets anders doen. Jij als jongeling eigenwijs zegt van... ja, maar ik wil meester worden. Van daaruit zeg maar kiest voor de kweekschool. Dat met succes doorloopt. En inderdaad ook een functie komt. En tegelijkertijd wordt gevangen door het concept kunst, mag ik het zo zeggen, of de kunst. Ja. En waar hij dan zeg maar ook vorm aan geeft. Zelf getrouwd ook, dat is ook, was me ook duidelijk, hè? Hoe zeg je zelf? Getrouwd, ja. En twee ja, kinderen, toch? Ja. Een zoon en een dochter. Ja. Inmiddels een nieuwe partner, ja. Dus je bent gescheiden, een nieuwe partner. Maar je hebt ook een kleinzoon. Ja. Ja, dat heb ik ook begrepen. Als we nog even naar dat. Hoe oud is jouw kleinzoon? Mijn kleinzoon is 11 nu. Ja, 11. Ja, en mijn kleindochters zijn 11 en 14. Ah, oké. Okay. En dat zijn kinderen van je... Van mijn zoon. Die twee dochters, die heeft mijn zoon. Ja. Die hebben twee dochters dan, mijn zoon. En ja, mijn dochter heeft een zoon. Ja, ja, zoon. En toevallig heb je het boekje zeg maar opgedragen... Natuurlijk aan alle kleinkinderen, maar de kleinzoon staat genoemd, hè? Safan. Ja, ja. Want ik heb eerst een ander boekje geschreven. Ja. En dat zal ik je bij deze overhandigen. Oh, dankjewel. Dat eerste boekje, die zijn aan mijn kleindochters opgedragen. Oh, kijk aan. En toen had ik dat uit, dat had ik dat af. Toen werd daarna nog mijn kleinzoon geboren... Toen zei ik, ja, dan moet ik dus nog een boekje schrijven. Kijk aan, een betere motivatie. Ik praat even naar de kleinkinderen. Is er niet, hè? Opa schrijft voor iedereen wat wils. Precies. Dat is even zo te zeggen. Ja, leuke bezigheid. Ja. Maar wat mij intrigeerde was dat je schrijft opgedragen aan mijn kleinzoon Zavan, omdat hij in de eeuw van de communicatie... zal leven. Ja. Wat wens je Safan toe? Nou, heel veel communicatie en ontwikkeling en groei in zijn mogelijkheden. Want hij zit ook niet op school, hij krijgt les van mijn dochter. Ja. En dat vind ik ook een hele mooie. Wat, dat vind je ook een mooie licht is toe?
Nou, dat hij doet de hele dag waar hij zin in heeft. Ja. En leert de hele dag de dingen die hij van zijn moeder en zijn vader leert. En de groep waar hij dan ook af en toe nog contact mee heeft in Portugal. En in de zomer zit hij hier in Nederland. Hier weer met... ze durft dat aan, want mijn dochter krijgt heel veel kritiek van de familie. Want dat kan niet, want dan krijgt hij geen sociale contacten. En dan, je kan dat toch niet zelf... Natuurlijk kan zij dat wel, want zij is ook nog lerares. Ze heeft de tropische landbouwschool gedaan. Maar is dus uiteindelijk weer teruggekomen vanwege die een beetje MS te hebben. Ja. En ze zat in Afrika. En is toen hier stromer geworden bij bij de tuinbouwschool. Omdat zij dus die landbouw had gedaan. Ja. Dus ze heeft ook nog een beetje onderwijservaring. En is daar ook op afgekeurd uiteindelijk. Ja. Ze lijkt veel op jou? Niet veel, maar... Ja, behalve dan dat zij vrouw is. Nee, maar een beetje. Een beetje wat betreft haar eigen denken. Want ze heeft verschillende denkwijzen. En dus dat is anders. Ja. 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 Leven met MS, Martin. Je hebt het zelf al aangegeven. Veel zitten, veel denken. Natuurlijk leven met de omstandigheden. Zoals die zich nu daarvoor doen. Ja. Wat zijn jouw nog te realiseren grote projecten? Ik zeg het maar eventjes nadrukkelijk. Grote projecten. Waar gaat die droom naartoe? Niet zoveel meer. Ik ben net een filosofisch café gestart, omdat ik niet zo goed meer overal naartoe kan. Ja. Maar wel met de taxi. Ik heb nog een auto, maar die doe ik nu toch weg, denk ik. Ja. Maar ik raad iedereen aan die ooit een filosofisch café in zijn huis te beginnen. Ik doe het dan in mijn atelier. Omdat één keer in de maand met een aantal vrienden dingen bespreken. Ik noem dat dan het filosofisch kunstcafé, omdat dat in mijn atelier is. Ja. Maar dat is een gigantisch leuke bezigheid. Ja. Want iedereen vindt dat leuk, althans heel veel mensen, om eens even een paar uur over een onderwerp stil te staan en met elkaar te communiceren. En dan hoef je zeker ook niet alleen te zitten. Ik krijg gelijk een kaartje overhandigd. Van het filosofisch café. Van het filosofisch kunstcafé. Iedere eerste zondag van de maand. Van 3 tot 5. Haarlemmer Houttuinen 335. In Amsterdam. Mooie uitnodiging. Dankjewel, Martin. Okay. Dankjewel. Dan toch ook, zeg maar, zo'n beetje aan het einde van ons gesprek, zeg maar, zijn beland. Al die wijsheden, al die inzichten die je meeneemt. Ik denk dat je een heel enerverend leven leidt, nog steeds. Met steeds, zeg maar, ook weer nieuwe initiatieven. Wat is voor jou de kunst van het leven? Wat kan je andere mensen adviseren om zich daaraan ook over te geven? Wat die kunst voor die ander dan ook is, hè? Dat blijft per definitie heel erg persoonlijk wat kunst is. Ja. Vanuit jouw perspectief, wat is de kunst van het leven? Hoe blijf je zo positief als Martin uit den Boogaard? En zo productief ook. Ik denk dat het verstandig is om de dingen die je interessant vindt te ondernemen en te volgen. Ook al is het ver weg of lastig. En wel doen. Eén voorbeeld,
met mijn nieuwe vrouw, waar ik nu 25 jaar mee ben. Ja. Ik kende haar net. Mm-hmm. We gingen een weekend naar Antwerpen. Om daar kunst te bekijken en dingen te bekijken, uiteraard. We kwamen bij een expositieruimte waar we naar op zoek waren. En daarnaast stond een oud, groot, vervallen herenhuis met een koffiebranderij erachter. Ik zeg tegen mijn vrouw: God, wat zou dat nou kosten? Dat was in 1996. Mm-hmm. En want dit is zo groot, monument 3, eind 19e eeuw gebouwd. Wel, met een grote tempaan. Nee, niet een tempaan, horizontale balk. 3 etages met een koffiebranderij erachter. En ik ging. Het was op een zondag, dus ik moest er nog een dag blijven. Nog een dag gebleven. En de volgende ochtend gebeld. Er staat een telefoonnummer op. Naar de makelaar, wat kost dat? Nou, dat kostte maar 200.000 gulden toen. In die tijd, maar 200.000 gulden. Dat was voor mij een groot bedrag. Maar ik had een huisje in Horen en de prijzen liepen in 1996 ja, gigantisch op. Ja. En dat huisje wat ik had in Horen, dat was 240.000 waard. Ik zeg, Phil, we gaan het meteen doen. En het was een bouwval. En er moesten daakjes vernieuwd worden enzovoort. Maar we hebben dat met klusjes, mensen, vrienden opgeknapt. De koffiefabriek erachter bijgekocht. En één groot kunstcentrum van gemaakt. Met ateliers, met expositieruimtes. De Branderij heette het. Dus dat is heel bekend in Amsterdam ook geweest en in Antwerpen. En na 20 jaar wilden we weer terug naar Amsterdam. Want de trappen konden niet zo goed meer oplopen. En er moest een nieuw dakje weer op. En je kent het wel. Toen hebben we het, schrik niet, voor 1.200.000 gulden. Dus 6 ton. Nog wel in guldens. Maar nu ja, voor 6 ton verkocht. Maar dat is dus 1,2 miljoen guldens. Ja, 6 ton euro's. Ja. 20 jaar later. Ja. En ik stond daarvoor ja, als laatste. Toen we, ik zeg, Phil, dit bakkerszoontje uit Apeldoorn, die kan dit natuurlijk nooit kopen, maar volgens mij wordt dit later wel een miljoen waard. Zo heb ik ervoor gestaan. Toch nog een ondernemersgevoel, hè? Je moet niet bang zijn. En zij was ook niet bang. Ja. We hebben heel veel rare avonturen daar beleefd met makelaars en een beetje zwart geld en een beetje dit. En is het wel waar en klopt het wel? En zou mijn oudste broer niet zeggen van, hoe kan je nou ook zo stom zijn? Maar het is fantastisch geweest. Dus nee, wat jij ook zegt, dat je dit nog onderneemt. Het leven bestaat niet uit feiten, maar uit mogelijkheden. Kijk, mooi einde. Het leven bestaat niet uit feiten, maar mogelijkheden. Martin, hartelijk dank voor dit mooie geanimeerde gesprek. Graag gedaan en ik vond het heel leuk. Dankjewel.